In deze video leg ik uit wat een accusativus cum infinitivo is in het Latijn, hoe je hem vertaalt en waarom dat ding zo heet. Ik begin met een aantal voorbeelden in het Nederlands. Hier staat een mooie Nederlandse zin. De docent beveelt de leerlingen stil te zijn. Je moet in de gaten hebben dat de docent dat onderwerp is van beveelt. En dat de leerlingen leidend voorwerp zijn van beveeld. In het Latijn en ook in het Grieks staat de leerlingen dus in welke naamval? En ik hoor jullie denken in de accusativus, meneer. En dat is een goed antwoord. Leidend voorwerp staat in de accusativus. Die leerlingen die zijn dus leidend voorwerp van beveeld. Maar die zijn ook het onderwerp van stil zijn. Die leerlingen moeten stil zijn. Dus de leerlingen zijn stil. Ze zijn ook onderwerp van stil zijn. Dus die accusativus, we hebben net gezegd dat die leerlingen in de accusativus staan. Die accusativus, die is dus het onderwerp van de infinitivus, stil zijn. Deze constructie, die heet een accusativus cum infinitivo, letterlijk een accusativus samen met een infinitivus. En dat is dus een constructie waarin een accusativus onderwerp is van een infinitivus. Wat is nu de truc? Dit is gewoon Nederlands. Het probleem is dat in het Latijn en ook in het Grieks deze constructie ook mogelijk is met andere werkwoorden dan bevelen. In het Nederlands kan het eigenlijk alleen maar met bevelen. Maar in het Latijn kan het ook met andere werkwoorden. Ik geef eerst in het Nederlands weer een aantal voorbeelden. En dan krijg je dus zinnen als die. De docent merkt de leerlingen stil te zijn. En je zult onmiddellijk zeggen van ja, maar dat is geen fatsoenlijk Nederlands. Dat klopt ook. In het Latijn kan dit dus wel. Dus de Nederlandse vertaling zou dan zijn, je moet dan in het Nederlands moet je dan die zin omzetten in een zin met dat, op deze manier. Dus je kunt in het Nederlands niet zeggen, de docent merkt de leerlingen stil te zijn. Je moet daarvan maken, de docent merkt dat de leerlingen stil zijn. En je kunt dan overigens in het Nederlands heel goed zien dat die leerlingen inderdaad onderwerp zijn van stil zijn. Nog een voorbeeld. De docent weet de leerlingen stil te zijn, kun je in het Nederlands echt niet zeggen. In het Latijn kan dit dus wel, en dan moet je in het Nederlands gaan vertalen met de docent weet dat de leerlingen stil zijn. Opnieuw kun je dan heel goed zien dat die leerlingen inderdaad onderwerp zijn van stil zijn in die bijzin. Een paar Latijnse voorbeelden. Er staan er in deze presentatie een hele zwik, maar ik doe er maar twee. Dus de rest moet je zelf maar bekijken. Je kunt in het Latijn zeggen, Marcus dicit regem venire. Even alle woorden, Marcus is gewoon Marcus, dat is een naam, dicere zeggen, rex regis koning, venire komen. Letterlijk betekent dit dus dit. Marcus zegt de koning te komen. Dat is geen Nederlands, daar moet je dus iets anders van maken. Ik zet hem tussen haakjes en ik tel die vertaling ook. Die vertaling is ook niet goed. Je moet daarvan maken, Marcus zegt dat de koning komt. Nog één voorbeeld. Ik maak van dat dicit maak ik een perfectum, dan wordt het een verleden tijd. Letterlijk staat er dan dus dat. Marcus zei de koning te komen. Ik heb hem al tussen haakjes gezet, omdat dit natuurlijk geen Nederlands is. Wat maak je hiervan? Marcus zei dat de koning kwam. Waarom dit tweede voorbeeld? Omdat je hier ziet dat je in de bijzin dat die infinitivus gaat vertalen met kwam. Dat is gewoon een kwestie van Nederlands. Marcus zei dat de koning komt. Beter is, Marcus zei dat de koning kwam. Tot hier de video. Er komen hierna in de presentatie dus nog een aantal voorbeelden. Die moet je maar eens voor jezelf bekijken.